Op Oostappen Vakantiepark Arnhem is sprake van permanente bewoning onder slechte omstandigheden. Drugs, geweld en prostitutie zorgen voor overlast. Sla hem uit je handen! Aan de tering. Hé, dit is een normale camping, hè? Bewoners die verwijderd worden dreigen op straat terecht te komen. Wethouder Ronald Paping ziet nog geen concrete oplossingen voor deze lastig te plaatsen doelgroep. TV-verslaggever Hubert Vet van Omroep Gelderland sprak met een voormalige bewoonster en met SP-raadslid Sarah Dobbe. In februari ben ik het park afgezet en ik heb ook een parkverbod gekregen. En wat was de reden daarvan? Overlast van mijn kinderen. De drugsdealers en de prostituees, die laten ze daar zitten. En dat doet mij pijn en verdriet. Hoe lang heeft u het park gewoond? 5 jaar. Dus permanente bewoning kunnen we stellen? Jazeker. En ja, wat maakt u nu mee? U bent van het park afgezet. Waar verblijft u nu? Ik verblijf nu bij vrienden. We zitten met 12 personen in een huis. Op dit moment gaan wij door een hel. Ik geloof dat er achter de schermen wel wat wordt gedaan. Maar het duurt allemaal heel erg lang. En over 3 weken sta ik echt op straat. Dan moet ik er bij mijn vrienden uit. Zaken wat je daar ziet gebeuren. Steekpartij, brandstichting. Er is echt wel het een en ander gebeurd op het park. En wat heeft u op dit moment nodig in uw situatie? Onderdak voor mezelf en voor mijn 3 kinderen. Maakt u zich zorgen? Grote zorgen. Mm-hmm. Want ja, wat gebeurt er over 3 weken als er niks geregeld is? Dan sta ik op straat en ik kan echt nergens meer terecht. Vorig jaar, halverwege het jaar, kwam er een artikel over overlast op die camping. Toen ben ik gaan kijken en toen kwam ik er dus achter dat daar ongeveer 150 mensen met kleine kinderen permanent op die camping wonen. Er woonden toen ook nog 400 arbeidsmigranten daar uit Oost-Europa. Onder omstandigheden waarvan je denkt, dat moeten we echt niet toelaten in onze stad. En ik ben er toen achtergekomen dat wij dit al jaren weten. Dat de gemeente dit ook al jaren weet en dit ook gewoon gedoogd, zelfs actief aan bijdraagt. Ja, en ik vind echt dat dat moet stoppen. En dan is een beetje de vraag. Ja, dat is de wethouder. De oplossing van de wethouder is blijkbaar, dit is een groot dilemma. Wij weten even niet wat we met deze mensen moeten. Dus we laten ze maar blijkbaar gewoon op die camping zitten. Want daar zitten ze al jaren. En dan, ja, dan heb je een soort oplossing geboden. Nou, ik vind dat echt abominabel. Dit is verschrikkelijk, want die mensen die verdienen gewoon een normaal huis.